Ik ben op z'n zacht gezegd niet echt fan van spinnen. Goedemiddag, het is vrijdag, het is studiedag vandaag. Dus ik heb de ochtend lekker gewoon even quality time zeggen gehad. En even zonder camera, want dat vind ik ook hele belangrijke momentjes. Ik heb daarna gedoucht, mijn haar gewassen, dat moet nog drogen. En ik heb die John Frieda, die shine cream of zo, ik weet niet meer hoe het heet. Dat heb ik nu alleen in de onderkant gedaan en niet in de bovenkant. Dus daar ga ik even kijken als het droog is. Maar ik laat het altijd eerst liefst zo drogen, want... als ik het ga feunen, gaat mijn haar altijd zo erg pluizen. Ik ga nu even gewoon lekker theetje zetten. Ik kom er net ook achter dat ik gewoon helemaal niet ontbeten heb. En het is gewoon echt al 1 uur. Dus ik ga even een banaantje eten. En ik ga van de week ook echt even op de weegschaal staan. Ik ben wel heel benieuwd of daar al verandering in is. Ik loop weer buiten. We werden net gebeld of Sarah even bij Mila wilde spelen. En we moeten over een uurtje weg naar zwemles. Dus ik denk, nou dat kan wel. Het is toch vlakbij, dus ze gaat even uurtjes meedoen. Dus ik breng haar en dan haak ik er zo weer op. Dan kan ik even snel thuis ook nog wat doen. En we kunnen de medicatie van Mimo ophalen. Dus dat doe ik dan net voor zwemles nog even. Oh. We zijn flink aan het haasten. En eerst zijn we langs de Jumbo geweest. En nu zijn we de medicijnen van Mimo aan hebben opgehaald. En nu gaan we naar een zwemles. En daarna eerst gaan we nog tanken. En daarna gaan we natuurlijk naar de zwemles. En dan ga ik heel even nog bij oma spelen. Ja, en dan gaan we heel eten. Even, mama moet even snoutje langs. En dan gaan we eten en krijg ik niet meer medicijn. Ja, die krijgen ze bij het avondeten en bij het ontbijten. En bij het nu? Nee, 2 keer per dag. En we hebben voor de eerste 30 dagen nu gekregen om te kijken, of nee, 15 dagen, 30 tabletjes. Dan gaan we kijken hoe het gaat, of ze het goed binnenkrijgt en of ze er goed op reageert. Mama, zijn het van die harde medicijnen? Ik weet het nog niet. Ik heb het ook pas in de verpakking nu net gekregen. En jij mag er niet aan zitten. Want ja. Schildkliermedicatie is hormonaal en dat kan jou echt beïnvloeden. En dat is echt heel gevaarlijk, hè? Ja, maar... echt heel gevaarlijk voor jou. Als ik gewoon handschoenen aan heb... Nee, die blijft er gewoon af. Dan kan het ook niet fout gaan. Want zelfs als het toch op je huid komt, zeker omdat jij in groei bent, kan dat heel schadelijk zijn voor jou. Nou, het zwemmen ging mega, mega goed. Ik ben echt heel trots op Sarah. Heeft ze super gedaan. Wat wil jij zeggen? Nou, dat we eerst nog langs oma gaan. Ja, daar gaan we nu naartoe. En daarna krijg ik een cadeautje natuurlijk. En dan gaan we naar huis en we gaan lekker spinazie eten. En van de met week... aardappel. Ja, en van de week iemand zei dat en toen dacht ik zo, dat hebben we lang niet gegeten. Terwijl we daar echt... best wel erg van, nou ja, dan weet ik niet meer wie dat zei. En toen had ik echt zoiets. Lola volgens mij, gisteren dan. Denk ik. En toen hadden we echt zoiets van, oh ja, dat aten we ook altijd heel vaak. En dan vergeet je dat weer of zo. Dat is zo lekker. We houden echt, we zijn echt team spinazie. Team Popeye. Daar krijgen we spierballen van. Dus nee, ik ben echt, echt mega trots. Oh ja, en vanmiddag ging Sarah de R oefenen. Met schrijven en die deed ze heel vaak verkeerd, terwijl ze alle andere letters wel goed deed. En vandaag schreef ze die ook wel goed. Dus het is gewoon, ik ben een trotse mama dag. Ik heb een trotse mama dag. Nou, eindelijk thuis. We zijn een stukje later dan de bedoeling was. Ik ga gelijk Mimo de medicijnen geven en ik ben weer lekker scherp ziek. En het eten opzetten had ik gelukkig wel klaargezet toen Sarah bij Mila was. Ja, dat mag jij netjes uitknippen. Maar wel eerst even ook Sarah. Nee, Sarah. Sarah, doe wel eerst even je jas op de kapstok ophangen, alsjeblieft. Ik ben op z'n zacht gezegd niet echt fan van spinnen. Word ik getagd in dit filmpje. Deze spinnen allemaal, die zijn zo verschrikkelijk groot. En net hoorde ik al over de inches. En er waren gewoon spinnen van 10 inches met de poten. Echt te bizar. En daarom ben ik op dit moment echt zo verschrikkelijk blij dat ik in Nederland woon. Want ze komen allemaal heel ver weg hiervan voor. En eigenlijk zie je ze dus nooit hier. Maar echt, oh my god. Ik krijg gewoon echt de rillingen gewoon als ik het alleen al zie. Moet je je voorstellen, ik heb al kleine handen. Dat zo'n spin gewoon 2 van mijn handen is. Nou, echt, oh my god. Net nog even wat leuks gepland om morgenochtend met Sarah te gaan doen.
Dus ik ga lekker op tijd mijn bedje in. Ik wil je wel bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en op dat duimpje te drukken. En dan zie ik je morgen. Doei doei!